belangrijk is als mensen al zo lang bij je komen, dat je steeds blijft kijken alsof het een nieuwe klant is. De leukste klanten zijn dus, en dus ook vaak de klanten die komen, de mensen die het zelf belangrijk vinden om er goed uit te zien. Ik ben 30 jaar bezig dit jaar. Daardoor heb ik ook een hele grote eigen klantenkring opgebouwd, die waar ik ook werk met me meegaan. En dat gaf wel een stuk vertrouwen om te beginnen. Gelukkig trekken wij de mensen aan die we graag zelf in de salon willen ontvangen. Gelukkig zijn dat allemaal mensen die het zelf belangrijk vinden hoe ze eruit zien. Je leert door de jaren heen, zijn er zoveel technieken. En in het adviesgesprek, hè, op een gegeven moment weet ik, dit kapsel ga ik maken. En dan pas ik bijvoorbeeld mijn techniek aan. Ga ik choppen, ga ik slicen, ga ik het mes gebruiken. Je hebt mensen die zeggen bijvoorbeeld, ik wil mijn haar graag gesneden hebben. Het is niet alleen maar het uiterlijk vertonen, het is ook wat het daardoor met mensen doet. Dus inderdaad, met minimale verschillen, maar dat de klant toch een ander eindresultaat ziet als een half jaar geleden of een jaar geleden. Probeer wel dat ze zichzelf kunnen blijven. Dus wat ik altijd probeer is om het mooiste uit iemand te halen, maar het moet niet een ander iemand worden. Het moet wel diegene blijven. En ik denk dat daar mijn kracht ligt. En als ik adviseer om kleur X te doen of een lokje iets schuiner te doen, vertrouwen ze daar blind op? Nou, mijn droom is dat het hier, dat we nog steeds samen zijn, dat het hier altijd vol zit en dat we allebei zo druk bezet zijn en dat iedereen over ons praat. En ja, dat is wat ik zou willen. Liefde voor mensen. Het leuk vinden om met allerlei soorten mensen te praten, om te gaan. Het sociale aspect aan dit vak. Maar ook ja, op mensen geven. Ja, ik denk dat dat onze kracht is.